Dag 1 in het proces Wilders. Een spannende dag. En dus verzamelt zich zijn voltallige achterban hier bij de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Ik heb een vrije, maar het is niks zonder jou. Belangrijke dag, meneer. Ook legitiem vinden om anderen te stoppen. Echter zijn Wilders, Pegida en andere patrioten niet meer. Belangrijke dag, meneer. Wij hebben niks meer te verliezen. Denk het wel, ja. En zullen doorgaan tot we een schijndemocratie hebben. Maar kijk u boos. Door een paar alcoholisten vanuit Brussel beheven wordt. We willen daarom onze vrijheid en soevereiniteit weer terug. Ik ben Jack Terrible. Mijn echte naam is Hans Verstamelen. Jack Terrible. Ja, zo ben ik. Dat klinkt niet heel vrolijk. Nee, maar het is een humoristische naam. Belangrijke dag. Dat kun je wel zeggen. Voor degene die zich nog echt Nederlander voelen, is dit een belangrijke dag. Ja. Zijn er niet zoveel, hè, als je hier om je heen kijkt? Doet hij het? Dat is inderdaad jammer. En dit is wat ze willen, de PvdA-achterban. Gert wil ze dood hebben, ze willen hem dood hebben, ze willen zijn kop eraf snijden. Alleen maar omdat ze haat aan die man hebben. Ja, je spuugt wel een beetje mijn microfoon nou, een beetje oppassen. Ja, ga door. Sorry. Er staan hier mensen met Nederlandse vlaggen, denk ik. Waarom Nederlandse vlaggen? Dat is toch logisch? Dat staat symbool voor ons koninkrijk. Wat heeft dat nou met die rechtszaak te maken? Het staat symbool voor onze identiteit. Waarom heeft u eigenlijk zo'n oranje hesje aan? Nou, ik ben van de ordendienst. Dus u bent hier om het zeg maar, tussen al deze mensen rustig te houden? Ja, dat verbaast je dat een beetje? Nou ja, er is helemaal niemand. Het is ook niet een hele trieste bedoeling hier eigenlijk. Het valt heel erg tegen. We hadden meer opkomst verwacht. Ik denk dat heel veel mensen geen vrij konden krijgen. Kijk, een Nederlander moet werken vandaag. Misschien wanneer we met die criminele Marokkanen hier hadden gestaan vandaag, dat er een hele grote opkomst was geweest. Maar de Nederlander werkt voor zijn belastinggeld. Ja, die kan niet demonstreren 's morgens. Dus...